Elio Di Rupo wordt wellicht de nieuwe premier en Vlaanderen lijkt er klaar voor. Op de vraag wie geschikt is om premier te worden wijst 42% van de ondervraagde Vlamingen naar de PS-kopman. Bart De Wever doet het net iets beter met 46%, maar de score van Di Rupo is opmerkelijk. Zelfs zijn gebrekkige Nederlands stoort ons blijkbaar niet meer. Mocht Elio Di Rupo perfect tweetalig zijn, ik denk dat hij een uitslag zou hebben van 70-75%. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen voor Di Rupo zijn, maar de mensen geven wel het signaal. Laat nu maar een Waal ook eens proberen het probleem op te lossen. De Vlamingen stemden wel massaal voor N-VA, maar toch zien ze Di Rupo niet als de vijand. Yves Leterme zien de Vlamingen liever niet terug. 63% vindt hem niet geschikt als minister. Dat toont nog maar eens aan hoe snel het gaat in de politiek. Men kan heel snel naar boven komen, maar men kan ook heel snel verdwijnen. Leterme krijgt alle schuld van het falen van de CD&V op zich. En ook dat is een beetje onrechtvaardig, zeer onrechtvaardig, want laten we eerlijk zijn, het is niet de fout van Leterme alleen. Welke partij moet zeker in de volgende regering? Maar liefst 96% zegt N-VA en 88% vindt de PS onmisbaar. Een maand na zijn enorme verkiezingsoverwinning blijven de Vlamingen dus vertrouwen hebben in Bart De Wever. Meestal na een eclatant verkiezingsoverwinning ziet men dat. Men ziet dat ook in het buitenland bij Obama trouwens. Hè, dat dan de volksgunst wat je naar beneden gaat. Hè. Men zegt toch wel eens even zien. Terwijl hier heb ik de indruk dat hij zelfs versterkt uit zijn informateurschap is naar voren gekomen. De liberalen hebben blijkbaar afgedaan. Amper 47% wil Open VLD in de regering. De MR van Didier Reinders scoort nog slechter met 36%. Di Rupo en De Wever moeten met resultaten komen, want de ruime meerderheid van de Vlamingen vindt dat er geen nieuwe regering kan komen voor Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst.